Ik heb altijd vraagtekens gesteld bij hoe goed commentatoren kunnen voetballen. Maar ik heb net met voetvolley gezien, dat er is niks mis mee hoor. Ik heb alle vertrouwen in je. Ja, vanuit stilstand lukt het. Vanuit stilstand wil het nog wel eens lukken. Zolang je me niet diep zit en ik sprintjes moet trekken, dan komt het over het algemeen wel goed. Moet de boot op 10, 20 of 30 meter gaan liggen? Ik zeg, het begin op 20. Nou, ten eerste lagen ze op 30 meter, terwijl ik om 20 had gevraagd. Dat is natuurlijk al een grof schandaal. En ze doen niet eens een poging om die bal te vangen. Ik geef toe, deze was misschien onvangbaar geweest, maar toch, iets actiever dan in die boot, hè? Kees, neem de laatste. Ik weiger ieder commentaar. Ik ga die laatste toekennen. Punten. 60 punten. Nee, 40. 40 punten. Ik teken er blind voor. Ik ben dik en dik tevreden. 40 puntjes. Doe ik het voor. En als we nog even over die tweede poging. Als jij die wedstrijd in de wedstrijd zou zien, hoe zou je die becommentariëren? Aardige poging, uitvoering net wat minder. Inzicht een 8, uitvoering, nou, dat gaat echt niet de 3, denk ik. Verwacht je ervan? Ik verwacht er veel van. Ja? Ik ook. Volendam staat bekend om de technisch begaafde spelers. Ja, dat klopt. En een vallend balletje, dat is wel een van mijn specialiteiten. Ik heb er niet veel, maar dat is er één van. Ik heb wel gezien, eerlijk is eerlijk, ik moet Mark daar ook gelijk in geven, dat het ook wel een beetje afhangt van de jongens in de boot. Dus ik hoop dat ze er klaar voor zijn. Wat mij opviel, waar is de tijd dat profvoetballers in Nederland gewoon op zwarte kiksen liepen? Dus jij wil wat over mijn schoenen zeggen? Maar dit was eigenlijk de enige fatsoenlijke paar wat ik in de kast had liggen. De rest ligt bij de club, dus fatsoenlijk tenminste. Ik heb een flesje pils. Kees, ik had niet het idee dat jouw grootste fan erg zijn best deed. Nee, die zat nog met een biertje in zand. Zoals gewoonlijk. Ja, dus ja. Ah, laatste poging. Dat is niet anders. 60 punten, Kees. Ja, tel je deze? Ja, tuurlijk wel. Nou ja, goed. Nou ja, nee, natuurlijk niet. Die andere had hij ook gevangen als hij had opgeleid. Dus, ja. Misschien nog één revanche met Andy nog op het eind.